Vanmiddag de 26e wedstrijd in de competitie, in de derde divisie tussen DVS 33 en ASWH. Je zou kunnen zeggen de derde wedstrijd in de derde periode, trainer Willem Leushuis. Ja, inderdaad. De derde wedstrijd in de derde periode. Interessant. Ja, want daar ligt een deel van je focus op natuurlijk. Goede week gehad in de voorbereiding naar deze wedstrijd toe. Ja, we hebben heerlijk kunnen trainen en ook heerlijk dat de tweede helft al gewonnen heeft in de beker. Dat is goed voor de club, goed voor de jongens van de selectie die daar een bijdrage aangeleverd hebben voor wedstrijdritme. En we hebben heerlijk kunnen trainen naar deze wedstrijd toe. Ja, daar kan bijvoorbeeld Heiko Epe, die boost, kan die mooi meenemen naar vanmiddag toe. Want het blijkt dat Roald de Vries niet meedoet vanmiddag. Nee, Roald heeft een ziekteprobleem, die had wat voedselvergiftiging. En we zijn blij met Heiko, die zeker een goede vervanger is. Ja, absoluut. ASWH, de kracht van ASWH. Willem, vertel er eens wat over. Nou, ze hebben natuurlijk een hele hoop individuele kwaliteiten. Met Olijfveld die naar IJsselmeer volgens vertrekt, met De Lange. Die gasten hebben er samen 25 gemaakt, dus dat is zeker een van de krachten die ze hebben. Daarnaast een goede teamorganisatie. En het is niet voor niks dat ze staan waar ze staan. En als ik zo de opstelling van DVS bekeken heb, dan Frank Heus speelt niet mee. Het neigt naar 4-4-2, of zit ik verkeerd? Nee, wij spelen gewoon 4-3-3 met iets andere accenten. Iets andere accenten. De kracht van de ploeg DVS 33, waar ligt hem dat in, langzaam maar zeker? Nou ja, een goede teamorganisatie en ook het scorend vermogen weinig weggeven op dit moment. En dat loopt goed. Wat vind jij de meest sterke punten van ASWH? Waar moeten wij het meest rekening mee houden? Nou ja, ze hebben Meld van Driel een hele goede spelmaker met een ontzettend goed linkerbeen. En daarnaast hebben ze twee spitsen die gewoon heel makkelijk scoren. En veel lengte in de as, dus ze zijn ook nog op spelervatting heel gevaarlijk. Maar ze hebben ook zwakke punten en dat zullen we straks proberen bloot te leggen. Hartstikke goed. ASWH is een team, een ploeg, een club waar je ook wat mee hebt gehad in het verleden. Hè? Ik heb er 3 jaar heel prettig gewerkt en heel goed samengewerkt met technisch manager Wim Helmink. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Interessante, leuke wedstrijd? Open of juist niet meer gesloten? Nou ja, beide ploegen die moeten eigenlijk gezien de doelstelling allebei winnen. Zij moeten winnen om in de race te blijven. En wij moeten winnen om in de race te blijven voor die periode. Maar zolang het 0-0 is, zal het een tactische wedstrijd worden. Op het moment dat er doelpunten gaan vallen, dan zal het wel een open wedstrijd worden, denk ik. En wij wensen hier namens alle supporters, ook van DVS TV, maar van de radio en van heel DVS, heel veel succes, Willem. Nou, dankjewel. Ik hoop dat jullie goed vermaken vandaag. Oké, dat hoop ik ook. Eerste fluitsignaal van scheidsrechter Gerritsen uit Eindhoven. Ten teken van het feit dat de wedstrijd DVS 33 uit Ermelo tegen ASWH uit Hendrik Uneambacht is begonnen. Koen Vloedgraven. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Combineert daar met Joran van Zanten. Maurice de Ruiter. Gaat hij in de scoring? Hij houdt nog steeds balbezit. Geeft de bal naar buiten. Daar staat Benjamin Romillon vrij. Gaat hij een voorzet geven of gaat hij zijn man opzoeken? Hij gaat naar binnen. Kai Velda. Het is te kort op Haire Pinassi. Koen Vloedgraven daar weer goed storend bij. Zodat dat levert weer balbezit op voor DVS. Benjamin Romillon gaat de 16 meter binnen. Legt hem terug op Maurice de Ruiter. Komt net niet tot een schot. Want daar zit die Stanley Heusen goed tussen. Kai Velda en Maurice de Ruiter achter de bal. Bij deze vrije trap. Daar loopt Joren van Zanten net onderdoor. Koen Vloedgraven. Frank Heus, Koen Vloedgraven. Mooie beweging daar. Kan dit niet door, zit de verdediger tussen. Haire Pinassi, Frank Heus. Nee, kan ASWH weer vandoor. Van der Bos stuurt daar de nummer 13 Olijfveld weg. Gaat 1-op-1 komen met Frank. Met Daan Huiskamp, maar schiet over. Daar verkleint Daan Huiskamp zijn goal goed. En de nummer 13, Robert Olijfveld, schiet over. Benjamin Romillon. Benjamin Romillon, man voorbij. Gaat de 16 meter binnen, geeft die bal daar. Op wie gaf hij die bal eigenlijk? Ja, op de inlopende Frank Heus. Maar die bal was dan niet zuiver. Bal over de zijlijn. ASWH gooit. Koen Vloedgraven. Het is een mooi tactisch steekspel. Levert uiteindelijk niet heel veel kansen op in deze wedstrijd.
Maar de beste was voor ASWA. Nu nog steeds balbezit, DVS. Kai, Velda, Frank Heus. Kan er net niet bij. Nu misschien, nu. Joram Pot! Ja, Joram Pot! Ja hoor! Jongen. Een beetje gelukkig. Maar hij kreeg die bal toch mee. En van dichtbij. Rette-ketette-ketet. Joram Pet. Nee, niet Joram Pet, maar Joram Pot. Dus ik moet zeggen, rette-ketette-ketot. Joram Pot. Dat is degene die scoort. Prima. 1-0 voor DVS 33. Huissen richting Peter de Lange. Van de Bos slingert die bal daar de 16 meter binnen. Mo Alai daar. Hensbal gemaakt. Een speler van ASWA. Het is vrije trap voor DVS. Koen Vloedgraaf. Kopt de bal richting Frank Heus. Frank Heus, mooie beweging. Oh, die bal die komt net niet bij Maurice de Ruiter. Maar nog. Kai Velda. Pinacci. Epe. Frank Heus. Goed vrijgelopen. Zet de bal daarvoor. Wordt niet goed weggewerkt. Oh, wat gaat daar gebeuren? Oh, nog steeds. Koen Vloedgraven. Tikt de bal terug. Benjamin Romeon schiet, maar de bal wordt geblokt. Door Van den Bos. Dit was een mogelijkheid. Joram Pot. Maurice de Ruiter. Geeft de bal aan Benjamin Romeon. Benjamin Romeon gaat daar heel goed door. Ten opzichte van Almeida gaat de 16 meter binnen. Op de vuisten van de keeper. Balbezit Kai Velda. Heiko Epe. Kans voorbij. Wel balbezit nog voor DVS. Kon Vloedgraven. Harry Pinacci zag daar tussendoor Benjamin Romeon, maar via de verdediger van ASWH de bal in de handen van Doudé. Was op zich weer een goede mogelijkheid voor Benjamin Romeon. Van der Bos, 16 meter binnen. Van der Bos gaat door. Bal voor voeten van Slotboom, gaat schieten. Goeie redding daar van Daan Huiskamp. Van der Bos naar binnen. Goed verdedigd daar. Neemt zelf Benjamin Romeon over. Gaat. Overtreding gemaakt door Verhoeven. Gele kaart. Voor de aanvoerder Jesper van der Bos. Huissen. Van den Bos. Richting de Lange. Heiko Epe was er nog achter. Een schot daar van. Olijveld. En hevig coachende Willem Leushuis. Die DVS toch echt opzweept tot misschien wel weer een voor onmogelijk gehouden prestatie tegen ASWH. Maar nu kan het gevaarlijk worden. Oh, daar kopt een prachtig schot daar. En een hele mooie redding van Daan Huiskamp. Mohamed El Haidar, hij steekt zijn handje op. Sorry. Hij miste volledig die bal. Ja, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar dat leverde wel uiteindelijk een hele gevaarlijke situatie op. En een gevaarlijk schot. Maar we hebben toevallig ook nog een Daan Huiskamp in het doel staan. Van Driel. Ja, die raakt daar de bal kwijt. Nu, uitspelen. Maurice de Ruiter. Alleen op de doelman. Wat gaat hij doen? Hij schiet naast. Jammer. Niemand voorin bij DVS, zodat ASWH weer kan overnemen en kan bouwen aan de volgende aanval. Harry Pinacci, Koen Vloedgraven. Via Maurice de Ruiter, Koen Vloedgraven. Buitenspel voor Maurice de Ruiter. Maar toch Koen Vloedgraven weer. Daar komt Olijveld. En daar staat natuurlijk weer onze doelman Daan Huiskamp. Zou die weer de held van de middag worden? Ingooi daar voor ASWH van der Bos. Met de Lange. Komt de nummer 17 daar. Die invallen de blok. Wordt goed geblokt door Frank Heus. Gaat wel ten koste van een corner. Almeida. Benjamin Romeon. Kai Velda.
Joram Pot in de richting van Maurice de Ruiter. Geen buitenspel. Is de aanname goed? De aanname is goed, maar daar kan Tieleman die bal rustig terugkoppen op Doudé. ASWH op het hoofd van Joram van Zanten. Bal voor de voeten van Benjamin Roemejon. Die is op de brommer, maar speelt de bal net te veel voor hem uit. Maar dit kan nog goed komen. Frank Heus. Bal van Maurice de Ruiter op Frank Heus. Frank Heus houdt daar een beetje in, lijkt het. Hensbal. Nee, bal over de zijlijn gewoon. Hé, hey, wat gebeurt daar dan? Er gaat... De nummer 4 geeft daar een tikje aan Aart Fopper. Commotie op de bank, hoort er ook bij. Spanning is te snijden. Er staat natuurlijk wat op het spel. 45 minuten staan op de klok. Hoeveel minuten gaan erbij komen? Koen Vloedgraven. Koen Vloedgraven verliest daar de bal. De blok van de Bos. Gaat die bal richting Olijfveld. Daar zit Joram van Zanten weer goed tussen. Frank Heus. Harry Pinassi. Maurice de Ruiter. Nu die Tieleman voorbij. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter nog steeds balbezit. Gaat daar alleen door. Maurice de Ruiter. Benjamin Roemejon. Harry Pinassi schiet. Net naast de goal van keeper Doudé. Heiko Epen. Bal nog over de zijlijn. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Een knappe overwinning van DVS 33. Keihard gewerkt. Zo levert deze wedstrijd tegen ASVH 3 punten op. 1-0 wordt ASVH verslagen. Na de wedstrijd DVS ASWH werd tot man van de wedstrijd genoemd Joran Pot. Hij speelde inderdaad een fantastische pot, maar hiernaast staat een doelman die er ook wat van kan. Daan, dit was een lekkere wedstrijd, of niet? Het was voor een keeper absoluut een lekkere wedstrijd, ja. Ja. Een paar goede ballen ertussen. Dus, ik heb ook wedstrijden gehad dat je echt niks te doen hebt. Maar dit zijn mooie wedstrijden om je in te onderscheiden. Ja. In de eerste helft kreeg je natuurlijk te maken met Olijfveld die alleen op je afkwam. En dan ben je toch wel een beetje overgeleverd, hè? Hij komt 1-op-1 en die bal die kwam net niet helemaal lekker voor hem. Waardoor hij niet helemaal goed zijn lichaam volgens mij achter de bal kon krijgen. En ik dacht te lezen dat hij hem in mijn rechterhoek zou schieten. Maar hij schoot hem gelukkig voor ons schoot hij hem over. Ja. En in de tweede helft gebeurde er natuurlijk van alles en nog wat voor je doel. Word je daar niet zo nu en dan is een beetje helemaal gek van en zenuwachtig? Nee, is toch lekker. Is toch heerlijk. Weet je, die ballen die op goal komen, die moet je pakken. En soms gaan die ballen erin. Ik bedoel, die ballen op de kruising, die zouden er ook net zo goed in kunnen vliegen. Maar goed, de ballen die vandaag op goal waren, die waren allemaal voor mij. Dus we hebben met z'n allen keihard gestreden. En dat ik daar mijn bijdrage bij kan leveren, dat is fantastisch. Ja. We hebben weer van je genoten, Daan. Dankjewel, Piet. Ik ook voor jullie. Oké, we komen nog wel een keer terug op jouw mooie tijd bij DVS. Ja, lijkt me een goed plan. Ga mooi terugkijken. Oké. Dankjewel, Piet. Bedankt. De analyse met beide trainers in eerste instantie Jack van den Berg van ASWH en Willem Leushuis van DVS 33. Jack, je gevoel nu? Nou, verlies is nooit leuk, hè? Dus ik heb niet naar mijn zin, dat is duidelijk. Ja, heel 2017 loopt nog niet helemaal lekker. Terwijl je wel een prachtige ploeg hebt. Ja, maar we verliezen wel. Ik zag DVS 33 bij ons thuis. Dacht ik ook, dat is een prachtige ploeg. Toen verloren ze regelmatig, maar nu winnen ze. Maar het positiespel heb ik niet meer gezien, maar ze winnen wel. Ja. Is dat misschien de slimmigheid van die man die je ook kent van vroeger? Ja, dat is al best. Kijk, het staat goed en ze winnen nu 3 keer in deze periode, geloof ik. Dus voetbal gaat om winnen en niet is het verdiend, is het niet verdiend. Daar wordt natuurlijk wel over gesproken, anders hebben we niks meer te zeggen voor zo'n camera. Maar ik vind ook wel dat we de kansen gehad hebben, hè, met 0-0. Een levensgrote kans. En dan moet je hem wel op de kool schieten, niet eroverheen. En dat heb ik de tweede helft nog een paar keer gezien. Als je op de goal schiet, laat de keeper, die was ook niet onaardig trouwens, jullie keeper. Maar als hij hem dan pakt, oké. Maar als hij hem eroverheen schiet,
dan is het, dan kan je wel zeggen, ja, jammer. Maar dat is zo'n vervelend woord, jammer. Je moet hem gewoon op de kool schieten. Ja, precies. Nou, we hebben hier ook nog Willem Leushuis staan. Ik had het net over een slimme coach. Dit was zo'n wedstrijdje voor jou, hè? Nou, ik denk dat Jack en ik de meest ervaren trainers zijn in die derde divisie. Misschien wel in het amateurvoetbal. En hij is een geduchte tegenstander. En we hebben dat op een of andere manier tactisch proberen op te lossen. En gecombineerd met veel strijd. Ik denk alleen dat we na rust, een kwartier na rust, hebben 3-4 open kansen gehad. Toen hadden we het gewoon, hadden we door moeten drukken, had je een heel andere wedstrijd gekregen. Nu bleef het gewoon billen knijpen tot de laatste minuut. En dan ben ik blij met Daan Huiskamp dat hij ons gered heeft. Want ik had het idee als ze gelijk maken dat ze ook over ons heen zouden gaan. Want ze hebben best wel kwaliteit. Ik dacht dat verdedigen helemaal niet in het woordenboek van DVS voorkwam. Maar ze blijken het toch redelijk te kunnen. Verdedigen zit gewoon in je hoofd. Het is gewoon een kwestie van nadenken en elkaar aanvullen en communiceren met elkaar. En op het goede moment weten wanneer je druk moet zetten en wanneer niet. En dat gaat met de week beter. Dat gaat inderdaad met de week beter. ASWH, wat valt er voor jullie eigenlijk nog te winnen in deze competitie? Jullie begonnen natuurlijk fantastisch goed. Werden zelfs genoemd als kampioenskandidaten. Maar waarbij je zelf misschien dacht van nou, dat is wat overdreven. Maar ja, het moet beter. Ja, nou, natuurlijk moet het beter. En na de winterstop is het wat minder. En, maar ja, dit soort wedstrijden. Ja, we spelen niet zo heel onaardig. Alleen, je moet wel scoren ook. En dat doen we niet. En wat nogmaals, Willem, we hebben het net over eerst 10 minuten naar rust. Ja, dan kan je zomaar 2-0 maken en 3-0. Maar verder zijn wij natuurlijk heel de wedstrijd erboven liggen op tij geweest. Maar die eerste kans, ja, dat is wel waar het om gaat. Dan moet je hem erin schieten. En daarna kan je nog wel aardig spelen. Maar dat is niet genoeg. En aan de andere kant heb ik ook geen zin om helemaal ploeg op de schop te gooien. Want dan dadelijk voetbal je niet meer. Dan kan je ook verliezen. Hè. Je kan ook wel. DVS moet ze op een gegeven moment waarschijnlijk weer. Omdat ze op een gegeven moment echt naar die onderste. Maar daar heb ik ook naar gekeken. Hè. Ik heb ook gekeken van heb Odin gedaan en Stedoco. Die staan op 29, wij staan op 40. Daar staan we al een tijdje op, geloof ik. Ja, vroeg of laat komen die anderen ook al 40. Dus dan moeten we wel zorgen dat we inmiddels een stukje hoger staan. Ja. Oké. Willem, heb jij misschien nog een tip voor Jack? Om de komende wedstrijden goed eruit te komen. Nou, ik denk dat Jack trainer genoeg is om zelf uit te zoeken hoe dat hij dat gaat doen. En dat komt zeker goed met de ASWH. Ze hebben gewoon wel een goede ploeg. En ze hebben, ik bedoel, de twee spitsen hebben er samen 25 gemaakt. Ik bedoel, die kunnen ze niet verleerd zijn. Dat kunnen ze zeker niet verleerd zijn. Volgende week spelen jullie tegen? Ik heb er een gezien die wat wel verleerd was voor vandaag. Ene Olijfveld? Ja, Robert die. Odin. Belangrijk potje, thuis. Ja, we zijn allemaal belangrijk toch? Nee, uit, weer uit. Ja. Gaan jullie winnen? Gaan jullie winnen, Jack? Ja. Ik was echt onder de indruk van je ploeg. Beloof het maar, dankjewel. Okay. Willem, jullie volgende week tegen? Rijnvogels uit. En dat wordt weer een 6-punten wedstrijd. Naar beneden kijken, maar ook naar boven kijken. Oké, okay. Bedankt voor dit interview. Succes met je ploeg. Ja. Dank je. Bedankt, Jack. Succes. Dankjewel. We'll be right back.